Hallo lieve allemaal en super tof dat jullie weer kijken naar een weekvlog. Het is super lang geleden dat ik weekvlogs heb gedaan. Maar ik zou in ieder geval zeggen, welkom in ieder geval bij deze weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik heb er een werkdag op zitten, een halve werkdag van 4 uurtjes, maar het is toch werken. Na mijn werk ben ik even in het centrum geweest om iets te ruilen wat ik gisteren heb gekocht. En nu ben ik lekker even boven. Ik heb net even, zoals jullie misschien wel kunnen zien, mijn nagels een gel-lakje gegeven. En ik ben de laatste aflevering aan het kijken van Het Perfecte Plaatje. Superleuk. Giel en Estelle zitten erin. Ik wist wel dat Giel erin zat, maar sinds ik laatst het Videoland heb, dacht ik in één keer van, oh, wacht, dat staat daarop. Dus vandaar dat ik nu gewoon dat aan het kijken ben. Het is superleuk. En ze doen het gewoon hartstikke goed. Ik ben nu halverwege de aflevering en ik hoop dat Giel gaat winnen. Ik weet niet wie er gewonnen heeft in die aflevering. Ik hoop dat Giel gaat winnen, maar Estelle doet het ook heel erg goed. En ze is echt ook superleuk. Ik gun het ze allebei. Ik ben heel benieuwd. Dus ja, ik ben lekker oude afleveringen van Het Perfecte Plaatje aan het kijken. Oké, ik ga nu door naar het allerlaatste deel van de aflevering. Van de finale. Ik heb alles gezien. En ja. Ik kan gewoon niet geloven dat ik een serie gewoon in één keer heb afgekeken. Maar goed. Ik ben nu bij de laatste paar minuten van de aflevering. De allerlaatste. Wie gaat er winnen? Vijf. En de andere. Oké. Daar gaan we. Een 8. Oh shit. Wie wordt grote winnaar van Het Perfecte Plaatje 2017? Estelle scoorde bij de promotiefoto van een parapenter een 8 en Giel een 7. Voor de portretshoot kreeg Estelle een 7,5 en was het Giel die de leiding nam met een 8. De tussenstand is op dit moment een 7,8 voor Estelle en voor Giel een 7,5. Dat betekent dat de fotograaf die de winnaar is van de roadtrip ook de absolute winnaar is van deze wedstrijd. Ik kan je vertellen dat de grote winnaar van Het Perfecte Plaatje seizoen 2. Degene die zich door al die shoots heeft heen geworsteld. Geniet er gewoon even van. Estelle! Gefeliciteerd, hè? Oh my god! Hey! Kijk even! Wauw! Dames en heren, we gaan hem even binnen en dat is Estelle. Dit was het tweede seizoen van Het Perfecte Plaatje. Ik heb het echt goed gedaan. Tot de volgende keer. Heel tof. Echt heel goed. Wauw. Dus ze heeft het echt heel erg goed gedaan. Wauw. Zo dan. Jeetje jongens. Wat goed. Ik vind het aan de ene kant heel rot omdat Giel niet gewonnen heeft. Maar aan de ene kant, Estelle heeft het ontzettend goed gedaan. Echt. Heb je naar Videoland en heb je de serie Perfecte Plaatje nog nooit gezien? Echt zo'n aanrader. Wauw, dit is zo ontzettend goed. Wauw. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik ben wakker. Het is best heel erg vroeg. Het is 6:30. Maar ik ben zo opgestaan. Want ik moet vandaag gaan werken. Het wordt vandaag heel erg warm. Het wordt 35 graden. Ik hoef gelukkig maar te werken tot 10:30. Misschien dat ik op 10:30 iets eerder weg mag. Want ik moet namelijk naar de uroloog vandaag voor onderzoeken. En die tijd ga ik net niet redden. Dus hopelijk komt het goed. Ik heb vandaag lekker een zalmtopje aan. Het is hier een beetje nat. En hier. Ik heb net nog eventjes gauw een washandje gepakt. Maar die heb ik dus laten vallen. Dus een beetje nat. En ik heb deze superleuke chille broek aan. Met een allemaal olifantje. En lekker nog haar zaadjes. Dus ja jongens, ik zou zeggen, welkom bij een nieuwe video. Tenminste, nieuwe dag. Let's go. Ik ga naar beneden. Ik ga even koffie drinken en dan gaan we weg. Goed, ik loop nu voor het werk. Hierachter is het. Het was 10:30 werken. Het is bijna 7:30. En dan naar het ziekenhuis. Hopen dat het goed gaat. We gaan het zien. Goed, ik loop voor het ziekenhuis.
Ik ben benieuwd. We gaan naar binnen. We gaan meemaken, jongens. Ik weet niet eens wat ze gaan doen, maar we gaan het meemaken. Goed, ik ben weer thuis. Goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws mag zijn dat ze niks kon voelen. Ik heb mijn schoenen uit hoor. Dat ze niks kon voelen. Ze heeft namelijk voor de tweede keer, of nou ja, de eerste voor de tweede keer gevoeld, zij niet, zij voor de eerste keer. Maar de Maar de huisarts heeft natuurlijk ook al een keer zitten voelen. En jongens, het is geen pretje. Echt niet. Het is zozeer. Nou ja, weet je het ding waarom, voor de mensen die misschien ooit mijn video's kijken en die ook zo'n onderzoek krijgen. Een vaginaal onderzoek is gewoon echt niet chill. Sowieso niet. Maar het is nog niet chiller als je zeg maar, nou, ik neem aan dat jullie wel begrijpen als ik zeg dat je nog met een vriend hebt gehad. In dat oogopzicht. Snap je wat ik bedoel? Ik hoop het. Ik wil anders. Is misschien een beetje gek. Ik zag, weet je, waarom doe ik uit? Ik word gewoon helemaal leem door dit weer, echt. Ik bedoel natuurlijk gewoon te zeggen dat er verschil zit als je wel of als je geen seks hebt gehad. Dat is eigenlijk hetgeen waar het op neerkomt, wat ik probeer te zeggen. Misschien weten sommigen van jullie het aan de Q&A's die ik heb gehad. Of weet ik het wat. Maar ik heb dus ik ben al jaren single. En dat is gewoon helemaal prima, weet je. Ook mijn tijd komt wel een keer. Mijn vriend komt wel een keer. En mijn eerste keer komt wel een keer. Maar in dat oog op zich heb ik nog nooit iets gedaan. En daarom is het allemaal wat pijnlijker. Dan als ik wel een vriend had gehad. En als ik het wel eerder had gedaan, zeg maar. Dat is wat die arts tenminste zei. Maar ja, het moest toch gebeuren. Dus ze heeft even gevoeld. Dus ze kon niks voelen. En gelukkig was dat al snel voorbij. Want het was heel erg pijnlijk. En verder rest. Ja, niet. Er is nu niks uitgekomen. Ik moet over een week terug. En dan krijg ik een sconoscopie. Ik weet niet. In ieder geval een of andere scopie. Wat dus inhoudt dat ze bij mijn blaas naar binnen gegaan. Ze gaan dus via mijn plasbuis naar binnen met een camera. En dan gaan ze kijken. En dat is heel pijnlijk. En dat is niet leuk. En dat doet zeer. En is vervelend. En is heel naar. En... maar het moet wel gebeuren. Helaas. Maar ja. In ieder geval dat is dus wat er vandaag is gebeurd. Dus er is niks heel veel uitgekomen. En... we gaan het volgende week wel zien, jongens. Echt, ik hoop dat ze er wat kunnen vinden. Dat er iets aan gedaan kan worden. En zo niet, dan weet ik niet wat ze gaan doen eigenlijk. Ik ben in ieder geval heel erg moe. Ik heb heel veel pijn. Misschien heel gek, maar ik zit ook gewoon heel apart. Ik zit zo namelijk. Het doet gewoon zeer. Ik weet niet waarom, maar het doet gewoon echt heel veel zeer. Oh. Ja, morgen heb ik dus in ieder geval een afspraak bij de internist in het Icacia ziekenhuis. Waarnaar er dus gekeken wordt van joh, wat is er nu dus in mijn darmen gevonden? Want dat weet ik dus ook nog niet. En ik heb heel veel pijn weer aan één kant, deze kant. En ja, wat daar dus uit is gekomen weet ik dus niet. Dus dat krijg ik morgen te horen. Ik hoop niks raars. En... als ik wel iets raars heb gehoord of gevonden, dan hoop ik dat ik dat er iets aan gedaan kan worden.
Ik ben gewoon heel moe, jongens. Ik praat echt onzin. Ik zweer het je. Ik ga even liggen. Even chillen. En dan spreek ik jullie morgen of zo wel weer. Ik heb gewoon geen energie meer. Echt niet. Ik ben zo moe. Waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. Bringing in the chemicals. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik moet vandaag terug naar de dokter. Ik doe even een beetje licht om de kamer in later. Ik moet vandaag terug naar de dokter. Ik krijg vandaag te horen hoe en wat er nou allemaal aan de hand is met mijn darmen. De uitslag van de endoscopie, dus van afgelopen maandag, krijg ik vandaag te horen. En ik ben gewoon heel erg benieuwd. Wat ik vandaag aan heb, een soort vestje. Het is waarschijnlijk heel erg warm buiten, dus die doe ik straks denk ik gewoon uit. Deze bodystocking. Deze komt bij de New Yorker vandaan. Dat is afgeprijsd. Ik heb nog nooit een bodystocking aangehad. Ik heb hem ook nog nooit één gekocht. Dus dit is mijn eerste. En ik vind hem heel erg leuk. Combineer ik vandaag met een blauwe broek. En dit heuptasje. Omdat ik geen zin heb om een handtas mee te nemen. Gewoon lekker losse handen. De camera gaat in mijn broekzak. En voor de rest ja, kan ik alles meenemen. Dus daar ben ik gewoon heel erg blij om. Ik ga mijn spullen even pakken. Nog mijn laatste dingen doen. En dan gaan we naar het ziekenhuis toe, jongens. Ik ben heel erg benieuwd wat de arts te zeggen heeft. En hopelijk is het iets waar ze iets aan kunnen gaan doen. Want zo verder leven, dat gaat ook niet echt. Wat ik trouwens over make-up heb, wenkbrauw gedaan. Ik heb concealer op en onder mijn ogen. Een beetje mascara, eyeliner en wat op mijn lippen. En meer niet, jongens. That's it. Ja, hij zei laat maar. Ik vroeg wat er nou was. Ja. Hij zei heel laat maar gaan. Goed, zoals jullie dus kunnen zien, heb ik met een livestream gestart. Ik heb zin om gewoon even lekker live te gaan. Ik heb gewoon zin om lekker live te gaan. En deze laat ik ook gewoon lekker online staan. Excuse voor mijn haar, zowel de livestream als in de vlog. Het spijt me echt enorm, maar het wil vandaag gewoon echt niet. Het wil echt niet vandaag. Ja, zoals jullie zien, er kijkt nog niemand op de livestream. Maar dat gaat wel goed komen. Voor jullie even gauw een update. Ik ben natuurlijk naar het ziekenhuis geweest daarnet. En kortom, uit alle uitslagen die ik nu heb gekregen, uit alle onderzoeken die ik heb gehad, is dus niks gekomen. Gelukkig. Wel heb ik nu dus het PDS-syndroom. Dat is eigenlijk een prikkelbare darm. Wat het allemaal inhoudt, zet ik even in een linkje in de beschrijving als jullie willen weten wat het is. Ik ga mezelf ook even meer in verdiepen, want ik moet er wel mee leren leven. En dat is niet makkelijk. Dus ik wil me er wel even in gaan verdiepen. Verder eerst ga ik even zo een paar dingetjes opruimen. En vanavond lekker, ik denk even een stukje lopen. De beweging ook gewoon heel goed voor je is. Dus ja. Eigenlijk niet heel veel bijzonders uitgekomen, maar het had beter gekund. Hi. Hey, had jij nou nog een boek voor PDS? Ja. Oh, mag ik die even lenen dan? Oh. Dat is handig.
Ja, je had hem gekregen van Cloud, toch? Nee. Ja, je hebt hem. Mag ik je zo even komen ophalen als je hem kan vinden? Oh, nou, ook goed. Is goed, hoor. Trek die kasten wel overhoop. Oké, kom ik er zo aan. Doeg. Mijn oma heeft dus ook PDS en die heeft dus allerlei kookboeken daarvoor. En ja, ik kom niet echt wijzer uit het internetverhaal. Ik zie alleen maar op foodmap staan, maar het zijn alleen dingen die ik wel en niet mag. En waarvan de helft ook eigenlijk niet geadviseerd wordt. Dus ja, ik weet het even niet. Maar ik ga even bij mijn oma toe. Ik ga naar mijn oma toe en bij mijn oma ga ik dat kookboek ophalen. Ja, zoiets. Ik ga even kijken of daar misschien iets in staat of zo. Want ja, ik kan wel eten wat ik niet mag eten. Maar daar schiet ik ook niks mee. Want ik blijf gewoon pijn houden. En ik denk dat ik daarom ook aan die pijn in mijn heupen kom. Ik weet niet of ik dat verteld heb. Maar als ik een heel even gezeten heb, dan heb ik heel erg last aan de zijkant van mijn heupen en mijn bovenbenen. En aangezien er ook spierklachten komen daarvan, denk ik dat dat ook wel een dingetje is. Ik weet het niet. We gaan het omzien. Ik ga niet even het boek halen. And that's it. Nothing more to tell. Hallo allemaal. Het is vandaag vrijdag. En het is alweer de laatste dag van de weekvlog. Ik heb gisteren niks gefilmd. Ik ben gisteren weer eens oppassen bij mijn neefje. En daarna. S'avonds laat heel erg laat thuis gekomen. Maar het is nu dus in ieder geval een paar dagen. Of tenminste één dag verder. Ik ben vanmorgen even een paar boodschappen bezig halen. Een loodzware tas die ik naar huis moet sjouwen. En mijn schouder ziet er niet uit. Die is gewoon helemaal rood. En ze is zelfs een stream van de tas. Niet te doen. Maar hij is thuis aangekomen. Ik vraag me niet hoe, maar hij is er. Net lekker... Oh, mijn haar zit ook uit. Mijn schietje. Net lekker eventjes boodschappen uitgepakt. Even lekker gegeten. Ik ben even een beetje aan het opruimen. Ik heb mijn bureau een beetje rommetje van gemaakt. Dus dan ben ik even aan het opruimen. Ondertussen ben ik ook even op mijn laptop bezig. Ik ga even wat was ophangen nu. En dan was aanzetten. En daarna... I don't know. We gaan zien wat ik daarna ga doen. Ik heb geen flauw idee. Ik voel me de laatste tijd niet heel erg lekker. Vannacht heel erg lang op geweest. Omdat ik heel erg licht in mijn hoofd was. En het gevoel wat ik had toen ik in elkaar zakte bij de huisarts. Had ik vannacht weer. Maar... toen stond ik niet, toen lag ik gewoon. En in één keer werd ik heel licht in mijn hoofd. Mijn ogen begonnen weg te trekken. Ik kreeg geen gehoor meer. Het gevoel is nog steeds lichtelijk aanwezig. Ik weet niet waar dat vandaan komt of hoe dat nu gewoon komt steeds. Maar mijn benen voelen gewoon heel zwaar aan. En mijn armen. En ik heb gewoon echt bijna geen kracht en energie. Hopelijk komt dat vandaag gewoon weer een beetje terug. Maar ja, we doen het gewoon even een beetje rustig aan vandaag. Gisteren moest de huisarts gebeld worden voor mijn moeder. Daar ging het eventjes niet goed mee. Het schijnt dat er een spier die van je nek hierachter over je hoofd loopt naar je oog, achter je oog. Dat die gewoon heel erg strak staat, zeg maar. En daar komt dus elke keer de druk achter haar oog vandaan. En de hoofdpijn en de misselijkheid en niet lekker worden. Dus dat moet ook gemasseerd worden. Maar verder is op zich wel gelukkig niks ergens aan de hand. Tenminste, tot nu toe. Dus ja, we zijn allemaal lekker een beetje aan het kwakkelen thuis. Maar ja, in ieder geval ga ik even was ophangen. En kijken wat deze dag gaat brengen. Goed, ik ben weer thuis. Ik ben net even weg geweest naar mijn opa en oma, even wat gehaald. En ik ben nu bezig met het terugzetten van fabrieksinstelling van mijn schoollaptop. Ik heb hem gevonden, ik was hem kwijt. Hoe raak ik een laptop kwijt, jongens? Echt niet normaal. Maar in ieder geval, daar ben ik nu dus mee bezig. Ik hoop dat ik hem trouwens terug krijg, mijn fabrieksinstelling. Want tot nu toe wil het allemaal niet helemaal werken zoals ik wil dat het werkt eigenlijk. Maar ja, ik hoop dat het gaat werken. Ik ga even een beetje rommelen met deze laptop. En dan zien we wel of het gaat lukken. Inmiddels een hele dag verder en ik meen het als ik zeg dat we een hele dag verder zijn. We zijn nog steeds bezig. Ik ben nog steeds bezig met de laptop en het verandert niet. Tenminste, het verandert wel. Het gaat heel langzaam. Ik heb met
heel, maar dan ook echt heel erg vermoeid de laptop überhaupt leeg gekregen. Maar het is gelukt. Gelukkig. Ik ben ondertussen wat YouTube video's aan het kijken op mijn telefoon. En ik ben niet zo heel veel aan het doen eigenlijk. Ik verfilm een klein beetje. Een klein beetje heel erg. Ik ga denk ik even lekker douchen. En daarna lekker mijn bed in en hopen dat deze laptop klaar is. Ik hoop dat jullie deze vlog trouwens leuk vonden. Morgen moet ik gaan werken en zondag ook. Dus dan zou ik niet vloggen. Maar de week erop komt er zeker weer een week vlog aan. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Doe deze video natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!